Peter, de transferwindow zit er bijna op. Het was een drukke zomer, denk ik. Het was een drukke zomer. Het was geen dag dat we niet met de window in de weer waren. Maar uiteindelijk heeft dat uiteindelijk naar tevredenheid uitgepakt. Want hoe heb je dan nu de selectie samengesteld? Ja, dan moet je eigenlijk het einde van het vorige seizoen. Dan ga je de analyse steeds scherper maken over wat is er in huis en wat hebben we nodig. Dat doe je samen met de trainers en met de hoofdscouting. Vervolgens ga je kijken welke contracten laten we uitlopen. En er waren er een hoop. Ik meen 15. Ga je met de scouting de profielen scherp maken op basis van de wensen ook van de trainers. Wat NAC nodig heeft om je ambities waar te kunnen gaan maken. En dat leidt tot lijsten met spelers die je gaat benaderen. En dat houdt wel een paar maanden, houdt dat wel de zaak in beslag. Ja, want uiteindelijk zijn er 9 nieuwe spelers gekomen. Het begon eigenlijk bij Tijn Troost, maar daarna natuurlijk nog 8 veldspelers. Wat kun je daarover zeggen? Ja, we hebben 3 contracten verlengd. Dat was Cuco Martina de optie gelicht, Mathieu Garbert de optie gelicht en Boris van Schuppen hebben we verlengd. De rest hebben we alles uit contract laten lopen. We hebben 3 spelers, 4 met vandaag erbij, hebben we in de window laten gaan. Dus tijdens de window. Allereerst Ezekiel Banzouzi. Die hebben we voor een hele goede prijs kunnen verkopen met nog 1 jaar contract. Daarnaast hebben we Jort van der Zanden, Alex Plat en Luc Marijnissen hebben we laten gaan in onderling overleg. En vervolgens zijn er buiten Tijn Troost, wie je net noemt, zijn er nog 8 spelers gekomen. Ik zal even kort ze doornemen. Tijn is een hele getalenteerde keeper. En zal de concurrentie met de andere keepers aangaan. Rechtsachterin Martin Koscielnik. Daar waren we enkelvoudig bezet. En daar hebben we nu dus een dubbele bezetting. Was ook wenselijk. Nou, spelen met veel ervaring en op een aardig niveau geacteerd. Rechtscentrale hebben we het zo gelaten. Als je het zo kunt zeggen met Cuco en Roan. In wie wij vertrouwen hebben die vanuit de academie is doorgekomen. Linkscentraal hebben we Jan van den Berg aangetrokken omdat McNulty is weggegaan en Thijs Veldhuis. Boy Kemper die kan op beide posities spelen, linkscentraal en linksback. Dan gaan we eigenlijk naar de middenvelders. Volgens mij zijn we daar nu, als ik het goed heb. Daar hebben we wel wat pech gehad met het wegvallen van Kasper Staring. Ook nu Mathieu Garbert recentelijk. En ook M.E. Ongba. Clint Leemans is gekomen, Dominik Janusek is gekomen. Daarvoor in de plaats. Nou, dat zijn toch spelers met in onze ogen een overwaarde qua kwaliteit. We hebben op de buitenkanten hebben opties met Roy Kuipers en Patriot Cediu. Die kunnen ook niet alleen op de buitenkant spelen, maar die kunnen ook als tweede spits spelen. Of eventueel zelfs als aanvallende middenvelder. Dus daar hebben we ook naar gekeken. Dat we op verschillende manieren spelers kunnen gebruiken. En voorin is de grootste aderlating geweest. Waar we mee te maken kregen natuurlijk Elias Omarsson. Eigenlijk de sterspeler van de laatste competitiehelft afgelopen seizoen. En daar hebben we met Sigurd Hauge een geschikte vervanger gevonden. En tegelijkertijd zijn we blij dat Tom Boeren fit is geraakt na een lange tijd. Revalidatie. En moet ook zeggen dat een talent als Mustafa Rashid vanuit de academie een hele goede indruk in de voorbereiding heeft achtergelaten. Dus die haakt nu ook aan bij de trainingen als vaste waarde van de trainingsgroep. Ja, je haalt het wel aan, Mustafa Rashid, maar ook Rowan Besseling. Die komt uiteindelijk ook door vanuit de jeugd. We begonnen met heel veel spelers uit de jeugd. Hoe staat het daar nu mee? Ja, eigenlijk in het begin van de voorbereiding hebben we 14 spelers van de onder 21 doorgezet om mee te trainen. Omdat dan je kern nog heel klein is. Hè. Wat ik al zei, er waren 15 spelers weggegaan. En de spelers die ik net noemde, die waren er niet vanaf het begin gelijk allemaal bij.
Van die spelers zijn er 4 overgebleven nu. Dus de trainers hebben daar flink wat tijd in geïnvesteerd. Die jongens hebben zich kunnen in de kijker spelen. En buiten Mustafa Rachet zijn daar nog 3 andere spelers. Eamon Jaddi, Lars Mol en Kai van het Veld. Die voorlopig in een soort van stage situatie mee kunnen trainen. En waarvan we hopen dat ze een volgende stap gaan maken. Supporters zagen natuurlijk niet alleen Nederlandse namen. Hè. Je hadden ze net al aan, zoals Kemper en een Leemans. Maar ook een Noor, een Tsjech, een Kosovaar, een Sloaak zelfs. Zijn niet de meest alledaagse aanwinsten, denk ik. Ja, in het moderne voetbal is de markt natuurlijk vergroot. Waar je vroeger, en dan praat je over de jaren 70 en 80, vooral keek naar de regio, is dat langzaam landelijk geworden. En dat is nu internationaal geworden. Waar we bij NAC naar kijken is dat altijd meer dan 50% Nederlandstalig blijft. Nou, we zitten nu op 2/3 Nederlandstalig. Hè, want Jan van den Berg die komt uit de buurt van Antwerpen en die spreekt Vlaams. Dus, maar uiteindelijk, ja, wat is internationaal? Wat is zeg maar een speler, vet, die komt origineel van Amsterdam. Dus dat is verder dan Antwerpen, ik noem maar wat. Ja, wij kijken naar profielen. En die profielen zijn opgemaakt op basis van de behoeften. En ja, dan telt voor ons eigenlijk de kwaliteit boven de nationaliteit. Had je dan, toen deze window begon, aan de voorkant al durven denken of kunnen denken dat je spelers bijvoorbeeld van toch wel redelijke clubs als Malmö en Rapid Wien kon verleiden tot een overstap naar NAC in de KKD? Ja, ik denk dat je, als je ambitie hebt om voor de bovenste plaatsen te gaan strijden dit seizoen, Dan moet je ook wel hoog inzetten. Dan kun je, je krijgt natuurlijk duizenden spelers aangeboden. Alleen je moet zelf kijken, nogmaals, wat voor type spelers wil je halen. En daarin moet je ook durven. En dan moet je ook geduld hebben. Want die spelers, zoals je net noemt, van zoals Patriot van Malmö. En nu ook Martin Koscielnik van Rapid Wien. Ja, daar moet je soms 6 weken op wachten. En blijven volhouden. En uiteindelijk moet je je bovenkant van je lijsten nastreven. En soms lukt dat niet. Maar uiteindelijk zijn wij blij met degene die gekomen zijn. En als je dan kijkt, hoe gaat dan zo'n proces bijvoorbeeld, hè, binnen de club? Hè? Je gaf het net al aan, dat scouting en lijsten. Maar koppel je dan bijvoorbeeld ook veel terug aan de trainers? Ga je daar open mee in gesprek of ben jij daar echt in leidend? Ik denk wel dat ik er leidend in ben. Die verantwoordelijkheid die heb ik, die taak die heb ik. Maar we delen alles met de trainers. Dus vanuit de scouting komen de opties. En de topopties die delen we met de trainers als we er in contact mee zijn. Want anders ga je ze overvoeren met een veelvoud aan spelers. En vervolgens hou je de trainers op de hoogte hoe dat proces loopt. Dat het wel een succes kan zijn. Ze worden gekoppeld ook aan de spelers die komen om in gesprek te treden. En als de scouting een groene vink geeft, de trainers geven een groene vink. En ik geef een groene vink. En het kan binnen de kaders, financiële kaders van de club, dan komt die speler naar NAC Breda. Zonder twijfel. Zonder twijfel. In algemene zin, hoe kijk je terug op deze afgelopen maanden? Ja, het is een kwestie van geduld. Je hebt in het begin kwamen er langzaam spelers binnen, gedruppeld eigenlijk, elke week eentje. En dan hebben we eigenlijk een maand lang dat we niemand binnenkregen. En dat waren eigenlijk vooral de aanvallers. We hebben daar aan de ene kant voor gekozen. Aan de andere kant, de aanvallers laten zich moeilijker vangen. Is ook een beetje een soort van wetmatigheid. En omdat we ook hoog inzetten daar, was dat extra moeilijk. Maar met geduld en precisie en constante afstemming met de balans van de selectie, hebben we uiteindelijk dat gerealiseerd wat we voor ogen hadden. En waar denk je dat we dan nu staan? Ja, waar we nu staan. Ik denk dat je eerst moet zeggen waar we vandaan komen. Een half seizoen geleden stond NAC 14e, zoals bekend. En was er weinig perspectief op vooruitgang. Vervolgens hebben we in de winter, hebben we als NAC zijnde, hebben we wat versterkingen toegevoegd. Het is in de prestatiecurve gaan lopen, uiteindelijk ook niet makkelijk, ook in horden en stoten, maar uiteindelijk van de 14e naar de 6e plek, halve finale play-offs, dat is prima. Nu denk ik dat we kwalitatief meer vastigheid kunnen
tonen aan de bal. Ik denk dat we ook meer rust in de selectie hebben. Qua type spelers, meer ervaring. Maar je bent daar niet in één keer. Dat kost even de tijd. Het zal in het begin soms twee keer vooruit gaan. Zo zag je ook in de voorbereiding met wedstrijden als tegen Excelsior en Creta. Maar je kunt ook een stap terug moeten doen. Of zoals je ziet tegen de moeilijke wedstrijd in Dordrecht en tegen Eindhoven in het resultaat. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat om dat de onderstroom sterk is. En dat uiteindelijk met nu wat plussen en wat minnen, dat dat zich gaat settelen. En dat de trainers uiteindelijk de compositie gaan wegzetten die zorgen dat die onderstroom voor een opwaartse lijn gaan zorgen. En dat moet dan resulteren uiteindelijk dat je bij de bovenste plekken eindigt. Je zit er bijna op de window. Je kan bijna op een bijna welverdiende vakantie, denk ik. Maar verwacht je dat er nu nog iets gaat gebeuren in die laatste dagen? Nee. Want, de laatste uren zelfs? Nee, dat verwacht ik eigenlijk niet. Wat ik al net zei, we hebben qua uitgaande transfers hebben we ook gedaan wat we wilden. Daarbij de dynamiek in de selectie goed in de gaten houden. Dat de frisse nieuwe groep is. Tegelijkertijd hebben we gelukkig op de markt hebben we onze economisch model goed kunnen versterken met de verkoop van Ezekiel. En we zijn budgetneutraal. Hebben we de selectie kunnen samenstellen zoals die nu is, tot en met Martin Kolcelnik. Waardoor we keurig binnen de lijntjes hebben gekleurd. En hier gaan we het mee doen, naar de winter toe. Wetende dat spelers uit blessures gaan terugkomen. En dan gaan we in de winter kijken hoe ver we staan. Dankjewel voor je tijd. Hup NAC. Hup NAC.